wilde dus een filmpje maken van dit erg mooie washuis. Waar Frankrijk nog vol mee staat. Een openbare wasplaats. Daar kon je jezelf en je kleding vroeger wassen. Het werd aangevoerd door een beekje of een bron. Nog steeds. En hier zaten de vrouwen dan hun kleding te wassen. Lekker schrobben. Of gewoon zelf. Zichzelf wassen. En iedere zichzelf respecterende commune heeft zo'n wasplaats. Maar deze is wel erg mooi. En deze wasplaats heeft ook nog een toilet. We gingen hier naar beneden. Dan kon je het daar doen en dan werd het zo met de beek meegevoerd. Een ooievaar, jongens, een ooievaar. Heel bijzonder in Frankrijk. Kijk, voor als we uit de bocht vliegen met onze waanzinnige snelheid, hebben ze allemaal dingen voor ons neergehangen. Zodat we de camper niet kunnen beschadigen. Wat nu een ongeluk. Nee. Skateboard en lichtbordwedstrijden. Mensen worden met bussen omhoog gebracht. Springen er hieruit. En gaan dan op hun buik of gewoon op de voeten weer naar beneden. En of we even 10 minuten wilden wachten tot het zand weer beneden zijn. We staan bij Cap de Long. Nou wilden we daar bij al die andere campers gaan staan. Maar toen zagen we deze verse steen, die ongeveer zo'n groot flatgebouw is, die naar beneden is gekomen. Toen dachten we, nou weet je hè, we blijven maar gewoon op de parkeerplaats staan. Gewoon niet te zien hoe groot deze steen is. Deze steen is zeker 2 autobussen achter elkaar. Die is dus daar van de rots afgebroken. Dit is die hele grote steen waar Erwin nou onder staat. Blijkt er al heel lang te liggen, maar die zijn dus echt verschrikkelijk groot. Het gaat dus helemaal door de berg op. Kijk, we staan van alles wat wel en niet mag. Dan zegt Erwin, het is verboden om een handverbandje boven je hoofd te houden.
en gewoon eeuwige sneeuw. In de felle zon. Gaat niet die sneeuwbal gooien hoor, denk erom. Het is ernstig koud. Dat zal wel, dat is sneeuw hè. Dat is vaker zo. Mooi hè? Dat is heerlijk water. En deze Pic du Neuville is maar liefst bijna 3100 meter hoog. Dat is echt 1000 meter hoger dan waar wij zitten. En dat is die punt. Ik snap helemaal niks van dat het 1000 meter hoger is dan waar wij nou zitten. Nou, we zijn afgehaakt toen de weg een beetje steil omhoog ging. Dat hebben we maar niet meer gedaan. Dit is de muur van de barrage Cap de Long. En dit is het volgende meer. Het is echt schitterend hier. Dit is een bijzondere plek, jongens. Dit is deze hele weg. Is in 7 jaar tijd aangelegd, alleen maar voor de barrage. De wolken gaan als een gek, komen ze door het dal heen. Kijk dan die wolkwiel, dat is niet normaal hoe snel dat gaat. We mogen al terug naar huis, zometeen kunnen we de camper niet meer vinden. Dan zijn we helemaal omhuld door wolken. Nou, dit is echt in 5 minuten is het hele dal gewoon gevuld met wolken. Waar komen die nou vandaan? Dit heb ik nog nooit gezien, hè? Wat is dit bijzonder? En die ene dikke witte klont daar zo, dat is wat er net was. Het zwelt gewoon op. Het is uiteraard de clash van temperaturen tussen heet en koud, maar hoe kan het nou toch zo snel verdampen dan, joh? En inderdaad, de mist haalt ons in. Zo snel gaat het. Terug bij de camper worden we omhuld door een mysterieuze mist. Kijk, met een gaaf bord waar alle pieken zich bevinden. Erg mooi. Zoom, de Mont Pilat. Hoe klinkt dat? Prachtig, hè? Mooie bergtoppen. En ook echt goed zichtbaar. Right. Die mistbank, hè? Proost, 35 jaar samen. Zo, dat bedoel ik. Dude. Cheers. Aan een tasje. Dat is wel erg Amerikaans met zo'n, ja, met zo'n zakje. Ja, openbaar alcoholisme, nou, wat het is. Ja. Op 35 jaar alcoholisme. Ik bedoel, samen zijn.